Welkom bij de Fintcast, de podcast voor en door finance recruiters. Mijn naam is Jesper Noorlander en ik zit hier met Lisa. Lisa is al langere tijd werkzaam bij Fint, 3 jaar inmiddels, een van de partners en de specialist in het onboarden van nieuwe mensen. En ik zit hier met Jesper, zoals hij net zelf aangaf. Jesper is nu 1 jaar werkzaam binnen Fint en heeft al de promotie gemaakt naar business manager, waarbij hij een team onder zich heeft die hij aanstuurt en managt. En daarnaast heeft Jesper daarvoor al jarenlang ervaring opgedaan in zowel de werving en selectie als met interim. Wat gaan we vandaag bespreken? Het onderwerp wat heel veel terugkomt, te late terugkoppeling. Ja, zeker. Ik merk het bij beide, hè, werving en selectie en interim. Maar interimmers zijn toch vaak per direct of zo snel mogelijk beschikbaar. En ik merk dan gewoon dat een opdrachtgever soms wel enthousiast is, maar dat de terugkoppeling te lang duurt, waardoor een interimmer eigenlijk al niet meer beschikbaar is. Want ze hebben al een nieuwe opdracht gevonden en soms zijn ze zelfs 2 dagen later al gestart. Zo snel gaat dat natuurlijk soms. Dus dat is gewoon heel erg zonde als je merkt dat er wel enthousiasme is, maar de terugkoppeling duurt gewoon te lang. En dat kan heel veel redenen hebben. Dat kan zijn dat ze meerdere mensen het moeten bekijken. Dus dat je een cv stuurt en dat ze dan zeggen, we komen er volgende week bij je op terug. Want dan zijn we er allemaal geweest en heeft iedereen de cv bekeken. Maar het kan ook zijn dat ze zeggen, we geven al een terugkoppeling dat we de persoon willen spreken. En het gesprek inplannen, dat kan over 2 weken. Ja, dat duurt veel te lang. En zeker op interim vlak, want vaak is het ook nog zo dat de ideale kandidaat voor meerdere partijen de ideale kandidaat is. Ja. Waardoor die sneller weg is. En dan moet je een vervanging zoeken. Is vaak niet zo goed als de andere. Zeker niet op eerste oog. Ik merk het ook bij werving en selectie. Ik heb daar wel een voorbeeld van. Dat wil ik even meenemen. Het is een positief voorbeeld. Ja. Het kan ook heel snel gaan namelijk met goede terugkoppeling. Dat was een proces bij een finance manager die eigenlijk binnen een maand bemiddeld was. En dat kwam omdat vanaf begin af aan was het openheid en transparantie vanuit mij en de opdrachtgever. Ja. Waarbij ik aangaf hoe sneller het gaat, hoe beter en hoe makkelijker we hem invullen. En na ieder gesprek hadden we gewoon een feedbackmoment. Dus na ieder sollicitant belden we even een kwartiertje, 10 minuutjes en planden we alvast de volgende gesprekken in. Nou, zo zie je dat het ook heel snel kan gaan. Zeker. Als het wel goed doorloopt. Zeker. Ik denk dat dat ook meteen een goede tip is, die ik hieruit kan halen bijvoorbeeld als recruiter zijnde, dat je alvast van tevoren afspreekt dat je na elk gesprek dat er geweest is, meteen even een terugkoppelingsmoment hebt. En jij hebt het dan waarschijnlijk mondeling gewoon afgesproken met de manager dat dat is hoe het gaat. Precies. Wat ik bijvoorbeeld ook nog wel eens doe is als ik nog geen cv's heb gestuurd, maar ik spreek van tevoren af, ik verwacht ongeveer op dat moment bij jou te komen met cv's, dat ik dan wat inplan bij de opdrachtgever om in ieder geval een update met mij te bespreken, om even te kijken hoe gaat de zoektocht en wat zijn een aantal punten waar we misschien aan kunnen schaven. Ja. En als ik wel op dat moment al een cv in de mail heb zitten die ze graag zouden willen bespreken, hebben ze meteen een moment in hun agenda staan waar ze dan ook met de kandidaat zouden kunnen zitten in plaats van met mij. En dan komt mijn update moment wel weer later, want dan is op dat moment minder relevant dan de kandidaat. En als je het bij werving en selectie hebt, heb je dan een tijdsframe waarin je zegt, dat doe ik binnen zoveel weken of binnen een week. Wat hou je dan aan? Vaak na het uitzetten van de opdracht, denk dat je max 2 weken aan moet houden. Je kan het ook al na een week doen, maar ik stem het wel een beetje af met de manager ook, wat de manager natuurlijk fijn vindt qua updategesprek. Ja. Maar ik geef een verwachting in, bij interim streven wij er binnen Fint toch echt wel naar om binnen 24 uur met geschikte profielen te komen. Dat is een verwachting die ik uitspreek, dus dat betekent ook dat uiterlijk 24 uur daarna ik echt wel een terugkoppeling wil hebben. Dat spreek ik uit van tevoren en dan plannen we op dat moment gewoon dat gesprek alvast in. En als het een moeilijk profiel is of er is niemand beschikbaar of je loopt ergens tegenaan. Heb je meteen een moment inderdaad om gewoon even te zitten. Ja. En dat is het belangrijkste, die communicatie met de manager. Ja, zeker. Want ik merk het ook wel eens, als je mensen moet enthousiasmeren voor een rol, en zeker met vaste rollen, dan gaat het allemaal om de snelheid en het enthousiasme in het proces. Ja. Als het 2 weken duurt voordat er een gesprek in wordt gepland, maar de manager is enthousiast, wat wel eens gebeurt. Ja, dat is de realiteit. Ja. De agendas moeten naast elkaar liggen. Kunnen beide niet, probeer gewoon tijd vrij te maken. Want vaak is dat ideale profiel is dan alweer weg als jij zegt, nou, ik had hem wel willen spreken. 2 weken later is hij weg. We weten allemaal hoe het werkt, de markt gaat snel. Ja. Hoe vaak worden kandidaten wel niet weggetrokken? Ja. Doen we natuurlijk zelf ook. Zeker. Ja, en ze worden weggetrokken. Het gebeurt nou eenmaal dat er veel vacatures zijn, maar ook ze worden minder enthousiast. En ze hebben ook het idee dat een opdrachtgever minder enthousiast is naarmate het langer duurt. En wij kunnen wel aangeven dat dat niet de reden is dat het zo lang duurt, dat ze de agenda's naast elkaar aan het leggen zijn. Maar gevoelsmatig
worden ze toch minder enthousiast. Dat is een hele belangrijke die je benoemt. Gevoelsmatig worden ze minder enthousiast. En hoe zou je dat dan kunnen doen om dat enthousiasme wel te behouden als er toch weinig tijd is om een fysieke afspraak te maken? Nou ja, al plan je iets online in met je laptop, want je zit toch vaak de hele dag achter je laptop. Dan doe je een half uurtje online of desnoods, als het echt niet anders kan, telefonisch. Maar dat je wel elkaar alvast gesproken hebt als opdrachtgever en kandidaat zijnde. Want een opdrachtgever die aangeeft, ik ben echt enthousiast en ik wil graag een vervolg inplannen, is toch weer anders dan wij als tussenpersonen die ertussen zitten. Als het dan ook klinkt gewoon sterker. Ja. En het laat ook zien vanuit ons en dat wij een goede relatie hebben met de opdrachtgever. En dat de kandidaat nog langer enthousiast blijft. Ja. Als de situatie gewoon even wordt uitgelegd. Nou, ik denk dat dat wel een aantal goede tips zijn die je denk kan meenemen ook in zo'n proces. Denk ook. Dus de conclusie vanuit ons is denk ik voor dit soort processen snelle terugkoppeling. Zorg er gewoon voor dat als je een proces aangaat, dat je ook weet wat er kan gebeuren. Wij kunnen wel vertellen, de kandidaten worden aangetrokken, maar het is echt de realiteit. Ja, en dan zeker moeten we de mensen teleurstellen aan alle kanten, want soms zegt de kandidaat ook, ik had wel gewild, maar... Ja, zeker. En de verwachting niet hebben dat de kandidaat die wij voorstellen, die eigenlijk perfect lijkt, dat die nog een keer voorbij komt. Want helaas is de markt nou niet zo breed op dit moment dat dat ook altijd gebeurt. Dus als je een kandidaat hebt waar je enthousiast over bent, verwacht ook niet dat het dat er nog 10 van deze kandidaten komen. En dat dus geldt voor beide. Ik denk ook voor interim wat zeker jij zei. Zeker. Zijn er nog andere onderwerpen die jullie willen die wij bespreken? Laat het ons even weten. Zet een reactie neer. Ja, of heb je zelf tips voor ons die wij mee zouden kunnen nemen? Graag. Bijvoorbeeld in onze dagelijkse werkzaamheden. Wij kunnen ook altijd leren. Ja, zeker. En wil je nou meer van deze podcast horen? Volg ons dan even op social media en volg deze podcast. Zeker weten. En bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Tot de volgende keer.